Hallo everyone en welkom bij Leer Engels met Roland. En in dit hoofdstuk gaan we het hebben over event, oftewel over de verleden vorm event en hoe we dat dan op zijn best in de praktijk gaan brengen. Om het wat makkelijker te maken, heb ik eerst de dingen in de tegenwoordige tijd. Niet in de toekomstige tijd, want Engels heeft geen toekomstige tijd. Maar om de tegen, net zoals in het Nederlands trouwens, waarom jullie het geven over hoe we dat dan zeggen op verleden tijd. En ja, dingen wat we dan vaak zeggen is gaat of doet. Dat zijn twee werkwoorden die we heel veel gebruiken. Dus hier even voorbeelden. He goes away. Het betekent hij gaat weg. In het verleden tijd zeggen we dan, he went away, hij ging weg. He went away, hij ging weg. En we weten inmiddels dat de toekomstige tijd dat niet hetzelfde is. Want wij zeggen bijvoorbeeld, zeggen wel, I go away en niet I goes away. Nee, I go away. Maar de verleden tijd blijft bij wat voor persoonsvorm is het in Engels hetzelfde. Dus het is ook I went away. Je ziet op zijn Nederlands dat, want hier betekent het ik ging weg, dat op zijn Nederlands wel verandert, maar op zijn Engels verleden tijd is het bij elke persoonsvorm hetzelfde. Dus hier niks geks. En dan om een ander idee te geven, hebben we bijvoorbeeld hier, he does the dishes. Hij doet de afwas. Letterlijk is het, hij doet de maaltijden. Maar met doing the dishes bedoelen ze op zijn Engels toch echt de afwas en niet de maaltijd, hoewel in deze normaal gesproken letterlijk maaltijd betekent. He does the dishes, hij doet de afwas. En natuurlijk weten we, dus he does en I do. We hebben dat geleerd in een van de vorige lessen. En ook de andere persoonsvormen uiteraard. En ook hier is de verleden tijd altijd bij elke persoonsvorm hetzelfde. He did the dishes, hij deed de afwas. En ook als er een I voor zou staan, dus de ik-vorm, zou je ook moeten zeggen I did the dishes. Dus he did the dishes, I did the dishes. Maakt niet uit wie het deed, het was did the dishes. Of in ieder geval het verleden werkwoord did. Oké, dat was deze Engelse les voor vandaag. Bedankt voor het volgen van deze les en goodbye.